Laten we het verhaal rond de Hazes familie nog eens onder de loep nemen, ditmaal met een scherp oog op de exacte woorden die zijn gebruikt. Het drama ontvouwt zich rond André Hazes en Roxanne Hazes, die ondanks eerdere afstand nu een gezamenlijke strijd voeren tegen hun moeder Rachel. Het lijkt wel een scenario uit een soap, maar dan in het echt. Yvonne Kolderweijer altijd klaar om de diepere lagen van de showbiz te onthullen, zegt het volgende in haar podcast The Juice Show. Echt? Zegt zij dat? Zegt ze dat? Ik vind het fijn dat ze elkaar weer gevonden hebben. Wat een clown. Dit is toch ongekend? Oh, die meid. Wat zal ze een haat hebben? Geloof jij dat? Zij heeft er letterlijk alles aan gedaan om rox zwart te maken. Dit hoofdstuk krijgt een extra laag wanneer André's mogelijke betrokkenheid bij de erfeniszaak ter sprake komt. Het is niet alleen een familiehereniging, maar ook een mogelijk keerpunt in een langlopende juridische strijd. Yvonne speculeert, uiteraard. Dat is zeer gevaarlijk. Je hoeft van André zelf niet zo heel veel, ik denk ook niet dat hij heel actief zal zijn in het strijden voor de erfenis. Maar gewoon dat iedereen weet, inclusief Ragel, dat hij achter zijn zus staat en niet achter zijn moeder, dat is denk ik ook wel voldoende. Deze hele situatie roept de vraag op wat de toekomst zal brengen voor André en Roxanne. Zal deze gezamenlijke vijand hen dichter bij elkaar brengen, of is het slechts een tijdelijke wapenstilstand in een groter familiedrama? Ik ben wel benieuwd van als dan uiteindelijk blijkt: Oké okay, Rox, jij krijgt die hele erfenis, alles halen we weg bij Ragel. Hoe is André dan? Nee, nu hoef ik ook niks meer. Ga je dat dan weigeren? Of wil hij dan in?